er was een afspraak gemaakt met FDF, met justitie en landbouw en overal mee, dat er gedemonstreerd zou mogen worden. En op het laatste moment, wat natuurlijk al lang bekend was, bij hun, maar niet bij ons, dat niet meer de trekker er naartoe mogen. Dus het wordt even plan B. En dat is het. En zien dat we weer een statement maken. Maar de industrie mag uitstoot zonder vergunningen. Vergunningen worden verleend op basis van getallen uit 1990. En de landbouw die heeft al sinds 1990 meer dan 60% ingeleverd. En dat moeten we duidelijk maken aan de rest van Nederland. En aan de regering. Maar de regering luistert nergens naar. Die hebben hun agenda al klaar. Voor 2022, 2023. En die weten precies al nu al wat ze gaan doen. En daar moeten we toch op inbreken op een of andere manier.